Ja, dat was hem, hè. Ja, punt, ja. Punt. Was dat hem? En dan straks komt hier de vierde persoon voor de lockdown. Mag ik dan in een kerstboom fietsen? Ja. Pas op, hondjes. Oei, oei. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb ontzettend veel zin in vandaag. Oh, dat zul je net zien. Ben ik even de navigatie aan het invoeren en dan... Oh, hallo, goedemorgen. Komt er net een auto aan waar ik stilsta bij een doodlopende straat. Maar dan ga ik even hier op parkeerplaatsje staan. Ik ben namelijk onderweg, ja echt nog maar net hoor, naar een vriend van mij waar ik een sport ga beoefenen. Vandaar dat ik ook ik heb mijn tas bij me. Hoppakee, de nieuwe luxe rugzak, dames en heren. En we noemen hem luxe rugtas omdat deze net even wat groter, net even wat beter, net even wat cooler is dan mijn andere rugzakken. Of nou ja, cooler weet ik niet. Ik vind die andere ook allemaal heel cool. Maar deze is net even wat groter en heeft wat meer vakjes en van die touwtjes. En hier aan de zijkant kan je wat doen. Het is echt ideaal. Dit is de tas die ik het meest gebruik. Dus ook nu voor als ik ga sporten. En ik ga sporten met een vriend van mij. En ik heb deze sport met hem nog nooit gedaan. Maar ik zag het af en toe voorbij komen op zijn Instagram. En ik zei van, hey, lijkt me echt super vet. En hij zei, ja, waarom ga je niet een keertje mee? En ik, ja, cool. Ik had me ook een soort van zelf uitgenodigd. R. Wow, en R, dat was per ongeluk dan. Ik ga naar Veenendaal. Nou, het is een kleine 20 minuutjes rijden. En dan gaan we de dag gewoon beginnen met lekker sporten. Hopelijk hebben jullie er zin in. Ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog. En dan gaan we weer knallen vandaag. Oké, ik rij nu achter hem aan. Hij zegt dat het echt maar een paar minuutjes is van zijn huis. Ik ben echt heel erg benieuwd. En hij heeft gelukkig ook een racket meegenomen voor mij. Ik weet niet of jullie dan al weten wat we gaan doen. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Het is wel heel overduidelijk, hè. Als ik zeg, hij heeft een racket voor me meegenomen. Ja, ik heb in ieder geval echt super veel zin in. Gewoon lekker op de ochtend, goed begin van de dag, meteen bewegen. Heerlijk. Zo, daar zijn we dan. Even mijn mondkapje op. Ik blijf hem zo ontzettend vet vinden. Rood-roze. Ik bedoel, zwart-roze. Rood-zwart. Maakt niet uit. 50-50 design blijft gewoon super vet. Wauw. Hij is al helemaal klaar voor. Jij bent er klaar voor, hè? Ik ben zo benieuwd, mensen. Ik ben zo benieuwd. Ja, je komt er niet meer onderuit. Vandaag kom ik erachter of je nou echt goed bent of niet. Ja. Ja, toch? Dat is de vraag. We gaan gewoon met deze spelen. Morgen. Ja, je ziet er wel professioneel uit, man. Met dat jasje. Ik ben dus een eigen kledinglijn begonnen. Ja. En als je wil, dan kan ik voor jou regelen dat je ook zo'n jas krijgt. Ja, dat zou dik zijn. Of 10% korting. Nou, doe maar gewoon een jas. Ja? Ja, ja. Ja, super tof, man. Even kijken. Ik neem natuurlijk ook even mijn sporttasje mee. Kijk eens even. Er zit nog geen racket in, maar... Hey. Hey, het is tijd voor een complimentje vandaag. Wat heb jij vet schoen aan? Thanks. Een complimentje per dag, dat doet geen zeer. En het is gratis. Inderdaad. Ik heb het geleerd van een wijze man ooit. Goeie man. Ja. Ja, jij hebt ook vette schoenen aan. Ik hoop dat ze wit blijven met het weer. Oh nee, ik heb andere schoenen bij me. Oh, gelukkig. Het is alleen om even erheen te lopen. Nee, want ik heb van die tennisschoenen. En als ik met deze schoenen ga, dan gelijk zeg maar alle kanten op zo. We gaan zeg maar buiten tennissen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we, want buiten slaap bent wat lekkerder dan binnen. Maar als de baan nou heel nat. Wacht. Buiten slaat lekkerder dan binnen. Ja. Waarom? Dan moet je zo spaar gaan met tennisleraar. Het is gewoon binnen is ook leuk, maar dan krijg je het zo snel warm. Ja, is het zo? En die ballen die stuiteren vet hoog op. En buitenbaan is het net wat chiller. Kijk, iedereen staat ook buiten. Oké, ik ben benieuwd. Ik ben blij dat het droog is. Dus, maar kan jij een beetje tennis eigenlijk? Nou, ik heb het ik denk 2 keer gedaan in mijn leven. Oh shit. En 2 keer met verschillende vrienden. En toen heb ik gewoon maar gewoon wat gedaan waarvan ik dacht van dat is een beetje oké. Oh shit. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd. Maar jij hebt een tenniscoach? Ja, leraar, ja. Tennisleraar. Daar is hij al. Dus we gaan het zien. Dat wordt wel een ding wat Myron zei tegen mij, dat jij dus overal goed in bent. Nou, ik heb meestal wel aanleg voor sporten. Dus ik ben benieuwd of dat vandaag ook zo is. En meestal met dan de nodige tips pak ik het wel snel op. Dus, maar ik ben benieuwd. Ik bedoel, tennis is echt weer iets heel anders. Dus, ja, ja. We gaan het zien. Kijk, weet je, als je een beetje kan tafeltennissen. Dat kan ik wel. Ja, dan is tennis op zich wel makkelijk om te doen. Maar best wel veel oude mensen nu. Ik heb het bewust een beetje zo ingericht. Zodat jij gewoon ook een beetje vrij kan. Oh, wat lekker in alle rust. Ja. Ze herkennen me niet. Wat heerlijk dit. Ja, als ze dan nu... Hé, hey, zo. Wat een rijtje. Ja, dat is lekker, joh. Heerlijk. Jongen, wat een verwende rij hier zo, hè. Echt wel. Super. Alsjeblieft. Dank u wel. Nou, ik kan je één ding zeggen. Ze zijn hier wel vriendelijk. Ja. Holy shit. Ja. Het is altijd gezellig. Hoppa. Maar kun jij ook opstaan? Ja, dat gaat toch iets van zo, deze en dan ook. Ja, precies. Ja, toch? Je hele lichaam draaien. Dus...
Je moet hem vet hoog raken. Oké, ik ben echt heel benieuwd hoe Nicky het gaat doen ook hoor. Echt heel benieuwd. Ik tennis nog niet zo lang. Hoe lang doe je het nu? Dit is denk ik mijn zesde les. Oh echt? Ja. Oh, dat is nog niet zo lang nee. Dat is wel heel leuk. Goedemorgen, hi. Ik ben Enzo. Ja, hi, Remco. Leuk dat je mee komt doen. Ja, thanks dat ik mee mocht komen. Je bent ervaren tennisser. Ja. Hoe lang doe je het al? Ik denk dat ik het nu vanaf mijn vijfde doe. Ik ben 24. Oké. Okay. Dat is nu 2 jaar dus. Dus de nodige ervaring heb je? Ja, als het goed is wel. Oké. Okay. Maar ik heb begrepen dat voordat je de les begint, dat je altijd één bal gewoon echt keihard heel hard wegslaat. Voor goed geluk. Hoe jij dat doet? Ja, dat is toch zo? Altijd bij tennis? Je mag het van mij. Wil jij hem wegslaan? Ja. Maar al wel binnen het veld, anders dan moet je zeg maar ja. Het stootje open zo meteen. Nee, want het gaat juist om dat je echt gewoon even... Kijk, voor goed geluk. Nou. Ja, toch? Hij komt op het andere veld. Precies. Oké, nou, nu heb je mijn slag gezien. Dan weet je ook meteen waar je mee kan werken. Ja. Ben je nog nooit geraakt? Jawel. Maar ja, later. Ja. Ook door jou, Nicky. Ja, ik sla hem meestal een beetje tegen die bal aan. Ja, die is beter. Oh. Ja, mooi. Ja, dat was hem, hè? Mooi, joh, die ging goed. Oké, dames en heren, we gaan nu een stapje naar achter. Want we stonden net hier zo op die witte strepen ongeveer. We gaan nu nog een stapje naar achter. En dan gaan we nog steeds ballen terugslaan. Alleen moet ik ze nu over het net slaan. En ook op de andere kant binnen de lijnen. En geluid maken. Laag naar hoog. Je hoeft niet heel hard te slaan. Kijk maar. Laag. Hoog. Iets dichter. Ja. Mooi. Oh. Keurig. Ja. Goed. Oh. Nou, Nicky. Gaat die lekker? Dames en heren, neem even een beetje toverdrank. Is goed voor de botten. Dan ga je echt keihard slaan. Dit dronk Nadal altijd, net voordat hij in bad ging. Nou, ik ben benieuwd, dames en heren. Ik zal even van mijn kant filmen. Kunnen jullie mijn mooie... Oh, moet ik nu daar slaan? Oh, laat staan. Ik zal de camera laten staan, want ik ga nu aan deze kant staan. Komt u hoor, niet schrik hoor. Ja, mooi. Zo! Dat lekker. Last onder de bal krijgen. Voor jou. En laat gaan. Deze iets te dichtbij. Mooi. En laat gaan. Ja, mooi. Heb je? Oh, wow. Hij dacht, ik doe even met jezelf. Juist. Oh, dat is lekker. Zwaaien. Dat is lekker, mensen. Zwaaien. Kapoeja. Gaat best lekker hoor, mensen. Oké, dames en heren. We gaan nu de backhand doen. Ik heb er wel goed gevoel over. Zwaaien. Mooi, yo. Oh, yo. Wow. Ja, ligt ook al. En nu met geluid. Deze is te doen. Oh, mooi. Laatste allebei. Mag je niet missen, hè. Hop. Ja, zo, dat is allebei netjes. Mooi. Snap je? Wow. We gaan door naar de volgende scène. Afstand houden. Ja, oh, ja. Mooie. Miem. Ja, oh, laatste. Netjes. Let's go. Ja, let's go. Laaien. Laag nou, laag maar. Ja. Kom op. Juist. Juist. Ik sla de ballen nog veel te vaak tegen het net aan. Ik sla ze veel te vaak naar beneden. Ik moet wat meer omhoog slaan. Daar ga ik nu op letten. Oh, mooi. En lang. Juist. Netjes. Juist. En door. Ah. Ja. Die was lekker. Goed. En kom op. Deze bij. Ja, lekker. Oh. Die was lekker. Oh, geef goed. Laat jij hem op. Oh. Laatste. Oh. Ja, uit! Oké, alle ballen weer even verzamelen. Maar er zaten wel twee lekkere tussen hoor, dames en heren. Met het rek van Nicky. Heerlijk hoor. Zoals jullie net gezien hebben, hebben Thijs en ik een workoutje gedaan. En zoals je ziet aan mij, ja, ik zweet ook echt heel erg. Maar we gaan nu nog even de finisher doen. We gaan even de duivel meteen. Ja.
Het cadeau van Enzo. Gaan we nu als finisher, als soort van eindoefening, zware oefening, gaan we die nog even doen. Dus 5 minuutjes afzien. GG's. Oh my god. We hebben een nieuwe winnaar. Een nieuw recordje hoor. 549 heb ik. Ik snap niet hoe hij kan doen naar die baby. Oh my god, ja, ik ben ook wel kapot. Thijs, nog 22 seconden, je kan het. Ja, je kan het. Kom op, let's go. Mooi met de kerstboom zo. 3, 2, 1, stop. Lekker Thijs. Lekker hoor. Je hebt het maximaal bij mij eruit gehaald. Goed zo, high five. Let's go. Voor de rest gaat alles goed, maar pas maar op. Zoals jullie zien, dames en heren, we doen het vestje uit. We zijn klaar met die grapjes. Nu ga ik serieus tennissen. Hij heeft zelf ook zijn vestje uitgedaan. De bedoeling is nu dat we gaan overslaan. Gewoon eerst even een beetje leuk, alsof we vrienden zijn. En dan daarna, als je een punt kan maken, dan mag je hem maken. Ga maar eerst. Ja. Ah. Woe! Ja, lach. Al die lekker, heb je? Oh, netjes hoor. Dit ziet er goed uit. Kijk, lekker hoor. Back eentje, ja. Kom proeven net. Oh. Ik heb hem. Ik heb hem. Mooi. Lekker hoor. Te hard, te hoog. Waarom sla je niet meer terug? Ja. Nog een keer. Ja, punt. Ja. Punt. Was dat hem? Ja. Ik maak gewoon een puntje een punt. Hier zo. Kom op, Remco. En blijf staan, toch? En Remco moet wisselen. Ik maak gewoon een puntje hier zo. Lekker hoor. Oh, nog één. Oh. Oh. Lekker. Goeie bal. Ja. Heb je. Mooi. Oh. Nog een punt. Maakt hij er nog één? Ah. Ah. Oh, dat was wel even lekker hoor, dit. Hij slaat ze netjes binnen hoor, die Nicky. Hoi, hoi! Oh, Nicky! Oh, nee, Nicky! Dat was zo mooi geweest. Ik heb nu gewonnen met 2-0, maar tennis is wel echt pittig hoor. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen, dat wel. Ik zou er zelf niet op gaan, maar ik vind het wel leuk om zo even een keertje mee te gaan met tennissen. Dankjewel voor je tijd en training. Wie weet tot de volgende keer. Wie weet, ik ga het meenemen de tips. Is goed, helemaal goed. Hoi. Adios. Dankjewel hè. Oké, het is wel ziek, dat viel mij ook op, dat de mannen naast ons, die ongeveer tussen de 60 en 70 waren, die waren al bezig toen wij kwamen, die zijn nu nog steeds bezig. Lekker gaan doorpakken. En wij gaan er weer vandoor. Het is echt bizar hoe fit sommige oudere mensen zijn en hoe goed ze kunnen tennissen. Maar ik denk dat ook wel een beetje dingen is van vroeger. Als jij bent opgegroeid met tennis, dan zit dat gewoon erin en dan worden hoe je de racket vasthoudt, hoe je serveert, hoe je slaat, hoe je de backhand doet, dat wordt allemaal automatische piloot. En dat heb ik ook met voetballen. Als ik een bal wil schieten met de buitenkant, met de binnenkant, als ik wil hoog houden, verleer je gewoon nooit. Dan kan je hop hop zo hoog houden. Ja, dat is gewoon een automatisme wat erin gaat zitten. En als je dat de hele leven een beetje doet, dan kan je dat ook nog wel volhouden tot je 60, 70, misschien 80ste, wie weet. Maar ik vond het geslaagd. Man. Ik vond het echt top. Dankjewel dat je me mee hebt genomen. Ja, natuurlijk. Gezellig. Was echt, ga ik je wel even pakken, want ik heb je nu nog een klein beetje de kans gegeven. Ja, dat snap maar, ik. Maar volgende keer dan... Ja, ik vind het wel heel erg lief dat je de nieuwkomer laat winnen. Tuurlijk. Maar de volgende keer word ik helemaal... Nee, je speelde goed. Je hebt wel echt gevoel voor tennis. Voor ballen. Ja. Maar het is wel waar, want wat Myron zegt, je hebt wel snel gevoel voor dingen, zeg maar. Sommige mensen hebben gewoon niet zo'n gevoel ervoor. Kijk, het is mijn 7e keer tennis ook, dus ik ben nog niet echt fucking goed. Maar je merkt wel dat wat ik met jou ook ga doen, je hebt wel snel gevoel. Ja, sportief aangelegd denk ik dan toch. Heb ik toch van mijn moeder, van mijn opa, van mijn overgrootopa zit toch in de familie wel dat sportieve. Heel erg bedankt Nicky. Yes. Ik vond het ontzettend gezellig en ik ga naar huis lekker douchen. Voordat ik weer naar huis ga, heb ik nog eventjes bij de koffiewinkel, bij de notenwinkel, heb ik even een kilo noten gehaald. Omdat Myron, ik en Thijs vinden het echt super lekker om af en toe even een lekker bakje kwark te nemen. En die mixen we dan met deze noten. Dit zijn cashewnoten, macadamia.
macadamia noten, pecania noten of zo. Dat zijn die ene onderste. En de, oh, ik wist het net nog, amandelnoten of zo. Nou, in ieder geval, misschien weet iemand anders wel hoe deze vier noten precies heten. Dit zijn sowieso cashew, dit zijn sowieso macadamia. En die twee onderste, hoe je die uitspraak doet of hoe je het schrijft, ik weet het niet meer precies. Maar dit is in ieder geval de mix die we dan gebruiken. Dus dit doen we gewoon met zo'n Tupperware bakje, doen we dat allemaal door elkaar mixen. En dan doen we nog een beetje honing er doorheen. En nog kleine stukjes aardbei. Super lekker. Echt super lekker. En ik heb ook nog eens even koffie meegenomen. Dus ik denk dat Myron en Thijs helemaal blij zullen zijn als ik straks thuis kom. Hoe gaat ie? Goed, man. Ik heb voor jullie lekker koffie meegenomen. Oh my god, you're the best, man. Kijk, cappuccino. We hebben gesport. Ik ben echt kapot. Ja. Ik had spierpijn nog in mijn benen, maar we hebben het weer 5 minuten gedaan. En hiervoor nog een lekkere beenworkoutje. Lekker hoor. Ja, we hebben een half uurtje. Voor jou latte macchiato caramel. En jij? Echt? En voor jou cappuccino. Oh, the best. En ik heb zelf cappuccino heb ik bij de voordeur staan. Lekker. Lekker, hè? Ja, ging goed. Was het leuk? Ja, zeker. Was hartstikke leuk. Wel moeilijk, maar leuk. Ja, Thijs en Myron die hebben vandaag als workout weer dit apparaat gedaan. Maar jij moet het ook nog doen, hè? Ja, maar ik ben kapot. Ja, maar dat maakt niet uit. Wij waren ook kapot. Ik heb getennist. Ja, maar wij hebben daarvoor ook een workout gedaan. Met springen en zo. Nou, wat goed van jullie. Dus je moet ook nog even 5 minuten. Nou, ik ga eerst even lekker poepen. Zo, dames en heren. Dan ga ik eens eventjes lekker douchen. En zoals ik al zei de afgelopen dagen, het komt weer op voorraad. Pauw! De Knolpower douche foam. Die is gewoon weer op voorraad. Dus check het op knolpower.nl. Ik ga hem hier verwisselen. Deze zit helemaal vol. Die is gloedje nieuw. En deze is oud. Er zit niks meer in. Nou, bijna niks meer. Dat was het laatste beetje, denk ik. Woeps. Maar ik vind het nog steeds zo gruwelijk. En ik vind het ook gewoon gruwelijk dat het zo goed bij jullie in de smaak valt. Gewoon in 2 dagen was alles uitverkocht. En ik had er echt heel veel. Dus daar ben ik echt blij mee. Super tof. Ik zou zeggen, check knolpower.nl. En dan ga ik nu even lekker douchen. Ga ik me omkleden. En dan straks komt hier de vierde persoon. Want we zijn nu natuurlijk met z'n drieën. Myron, Thijs en ik. En er komt nog een vierde in dit huishouden voor de lockdown. Die gaan jullie straks zien. Maar eerst ga ik even lekker douchen. Ik heb me eventjes aangekleed. Helemaal fresh. En we zijn ondertussen met z'n allen bezig hier om er wat moois van te maken. Myron die is hier aan het dweilen. Thijs die is ook in de schoonmaak bezig. Doe je dit thuis al eens? Ja, soms wel. Maar ja, ik moet me nou natuurlijk bewijzen. Dus we zijn alles eventjes hier aan het opruimen en aan het schoonmaken. Ik ga nu eventjes de mountainbike fiets even in de schuur zetten. Zodat we gewoon wel even wat meer ruimte hebben aangezien we er nog iemand bij krijgen. En dan is het ook gewoon even fris, helemaal netjes. Ruikt gewoon lekker. Het is echt heerlijk. Dus ik ga deze even meenemen naar de schuur. De driewieler, die ik zeker nog binnenkort weer een keertje wil gaan gebruiken. Dit ding is echt geniaal. En hier de 2 mountainbike fietsen, die gaan we ook eventjes in de schuur zetten. Dames en heren, ons vierde huisgenootje. We moesten even een smoesje bedenken, maar wat een welkomstcomité. We zijn helemaal blij. Jij heeft ook zo'n mooie opa koffer. Ja, hey, dat moet als je hier komt wonen. Dan moet je niet join mee. The gang, you know. We hebben net opgeruimd hier. Ja, ik ga dit stofzuigen, geen probleem. Ik ga het stofzuigen. Ga jij je lekker settelen? Als het goed is, komt vandaag je bedje ook binnen. Dat is goed. Ja, dankjewel man. Dankjewel man. Zo, daar zijn we weer. Oh, en ik blijf het zeggen. Wat een mooie woning. Yes! En wat een leuke mensen. Ja, die dakplaten, daar steek ik van. Hey, Matje! Matje! Hey! Oh, auto. Auto, ja, blijf maar hier even staan. Hey, jaren. Goed zo. Ja, daar is een auto. Audi. Is een Audi. Is het een Audi? Nee. Wat was het dan? Een Mazda. Een Mazda. Oh, Mazda. Meestal heb je het wel goed. Krijg nog een knuffel van jou. Papa Porsche. Papa Porsche? Ja, en wat is daarachter? Wat staat erachter? Een Lamborghini. Lamborghini, hè? Hey! Luciano, mag ik nog een knuffel van jou? Nee. Nee? Enzo, kijk hoe ik ben. Ga je aanbellen? Laat de nieuwe auto zien is van mama. Rennen. Oh my god. Enzo. Wow.
auto? Hij zit op slot. Ja. Maar wat is dit voor auto? Ja. Hij is open. Snel erin, snel erin. Kijk. Cool hoor dit. Jeetje, wat een dikke auto. Kijk hem ook dan. Van wie is deze auto? Mama. Is van mama, hè? Echt gaaf, deze Manta. Wat zit er al in? Wat zit er al in? Blubber. Blubber. Wow, heb je gewoon dikke schermen achter. Ja, dat vind jij natuurlijk leuk, hè? Maar je kan ook, Enzo, je kan ook jouw filmpjes kijken. Echt waar? Gewoon op YouTube? Ja, maar dan moet je met Bluetooth doen. Oh, cool man. Ja, ik vind hem dik hoor. Dit is gewoon echt een hele dikke auto van Samantha. Dit gaat automatisch, hè? Dit zelf kijken. Zo, vet hoor. Dit gaat ook automatisch. Hoppa. Ja. Zo. Wil je hier zitten? Ja. Kom maar, ga maar erin, jongen. Maar Enzo. Kijk hoe blij die is met deze auto. Hierachter ook. Jeetje, wat een luxe auto, hé. Wat een dikke BMW, dames en heren. Echt heel dik, hoor. Dit is gewoon de nieuwe auto van Samantha. Wow, dikke grill ook aan de voorkant. Niet normaal. Hé, maar waar is de jager Joop? Hé, hey, de jager Joop, hey. Ja, wat ziet er mooi uit. Ja, en zo. Oh, al je cadeautjes hier. Nou, daar gaat Milana met de cadeautjes. Wat is het? Een ei. Een ei? En hoe gaat dat liedje? Ei, 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 en we zijn zo blij. En dat vieren wij. Jij dacht dat het een peer was, hè? Een eenhoorn. Wat is dit? Een eenhoorn. Wow, een eenhoorn. Ik noem het zo. En allemaal clipjes. En zo. Die is van Milana. Yay. Oh, klaar. Oh, dat van de cadeautjes, hè? Oké, ik heb heel veel klein. Wat is het? Klein. Oh, wat is dit? Deze lostrekken, deze. Nee, deze. Luciano wil ook openmaken. Ik wil jouw website. Ik moet Milana vragen. Ik wil me helpen. Ja, ja. Ga me helpen openmaken daar zo. Die. Maar scheuren. Hey. Hey. Oh, en ze knalkussen. Nee. Nee. Knalkussen. Je lijkt wel, ja. Spaarpot. Vind je die leuk? Ja. Mooi zo. Ga me helpen. Oh, oh, wat is dit? Openmaken! Wow! Deze? Wow! Oh, die heb ik al! Heb je die al? Wow, wel met haartjes! Oké, die ga ik even. Oh ja, wel met zo'nzelfde soort jurkje. Ja. En weg is. Dus ze heeft al een soort Barbie. Nee, ze heeft een jurkje. Ja, daar is alleen maar zeemerwit. Ik heb ze ook vandaag. Oh, deze. Oh, deze nu een Barbie vriend erbij. Ben je blij met je Barbie, Luciano? Heb je hem al? Nee, hier is een andere. Kijk oh, dat is een andere. Die is roze, die is paars. Ja, dat is een andere. Hebben er twee? Dit is een Miron, die heeft lichte haar. Ja. Een konijn. Een konijn. Dankjewel. Alsjeblieft, Milana. Kijk eens even. Ja. Wat doe je allemaal, Luciano? Wat doe je allemaal? Wie is dit? Nee. Hier, kan je een spaarpot doen voor Milana? Doe maar hierin. En. Kijk eens even, heeft ze meteen wat spaarcentjes erbij? Zo! Oh. Zo! Klaar! Zo, is dit een fiets die je hebt gekregen? Ja. Nou, ga maar fietsen, mag ik achterop? Mag je wel kunnen fietsen? Ja. Ik ga nu kleien. Ga je nu kleien? En waar worden kindjes van gemaakt, Milana? Van kleien? Van kleien? Hey, dat weet jij ook, hè, Shahid? Wat? Ik vroeg het net aan Milana. Milana weet het als enige, want waar worden kindjes van gemaakt? Klei. Ja. Ja, papa heeft goed lopen kleien, hè? Papa heeft in totaal 4 keer lopen kleien. Beter dat ik een konijn kan maken? Zou papa nog een kind kleien? Zal ik een klein maken? Zal ik iets maken? Let op. Is het ook een klein maken? Ja, doe dat maar boven. Hey, ik ga naar huis weer. Bedankt. En ik check jullie, hè? Yo, was gezellig, man. Hey, doei, hè? Ja, zo. Ga de fiets naar huis. Ja, ga de fiets terug. Doei. Dat is jouw fiets, hè? Ga jij maar fietsen. Oh. Binnen gaan. Je hebt ook een rem, hè, Milana? Nee, hè? Wel? Maar anders zullen we een viral video maken, Milana. Had jij nog van. Jezus! Papa! Ja, stom, papa. Moet jij niet doen? Wat nou, Milana, als jij helemaal vanaf de achter komt aanfietsen en zo heel hard in de kerkboom fietst? Nee? Maar dan kunnen we wel een viral video maken. En dan met de opbrengst van de video kan ik weer een nieuwe fiets kopen voor je. Nee.
Nee? Mag ik dan in de kerstboom fietsen? Ja. Oké, ga ik in de kerstboom fietsen, ja. Pas op, hondjes! Ga ik niet doen, hè? Nee. Nee, maar jij gaat het doen. Nee, tuurlijk niet. We moeten veilig fietsen, hè? Doe maar. Altijd je portemonnee bij gewoon. Je. Jij zit er ook weer aan te moedigen, hè? Kom nou, buddy! Nee. Fiets maar weer ergens anders heen. Nou, ik vind het echt een mooie fiets. Ik vind jou lelijk. Ja, ik vind jou heel knap eruit zien vandaag. Ik vind jou lelijk. Oh, oké. Nou, als je me lelijk vindt, neem ik deze mee naar huis. Nee. Staat die container nog voor? Ik zal hem even kijken. Ik ga je in de gaten houden. Knapje! Hé, maatje! Nou, gaan we even fietsen dan. Oh! Nou, fietsen. Naar de kerstboom. Nee. Oh, ja, je deed remmen. Ik ga vandoor. Krijg ik een knuffel? Hey. Ja, leuk. Hey, Luciano, doe de deur open. Luciano, deed de deur dicht. Ja, ik heb het gefilmd. Ja. Ik zei, wil je knuffel? Nee. Bam. Mam. Luciano. Hij komt al zo lief op me afgerend toen ik je aankwam. Ja, want hij zegt heen. Hij wil niet dat je weggaat. Ja. Dus dan verdien je ook geen knuffel. Ik wilde ook weg en hij zei, Enzo. Ja. Hey, maatje, kom een knuffel geven. Nee. Ik ga jou pakken, hè? Ja, knuffel, maatje. Knuffel. Ja. Ja, hey! Wie van kom? Luciano, ga je met Enzo mee? Ja. Ga je met mij mee? Ja. Doei. Later, hè? Doei. Gaan we in de Lambo? Ja. Ja. Druk maar op deze. Heb jij hem opengemaakt? Ja, aan. Ga je naar huis rijden? Ja. Kom maar, ga maar zitten. Druk maar op dit knopje. Heel hard op drukken. Het doet het terug, papa doet het terug. Ja! Ah, goed zo! Ja! Nu is het klaar. Klaar! Tietenpapa! Doei papa! Tietenpapa! Doei Luciano! Pijn! Ik ga weg! Ja! Zo, als je zo bochtjes maakt dan... Nou, die toeter heeft hij ontdekt. Hij heeft ook een scheetje gelaten volgens mij in ja, je auto. Ja, volgens mij heeft hij zijn broek gepoept. Oh, leggen die lui lekker. Oh, Luciano! Oh! Ik werd ook gewoon nat. Ja, die hele spring. Kijk, die banden gaan ook niet eens. Kom maar, jongen. Lekker te kwijlen op je stuur. Oh, Luciano, heb jij gepoept? Nee. Voor mij wel. Hier gaan we weer naar mama. Mama gaat je luien verschonen. Ja. Huh? Doei, maatje. Ik wil hier zitten. Wil je daar zitten? We gaan binnenkort weer een keertje rijden. Als ik de volgende keer kom, gaan we een rondje rijden, ja? Wil je toeteren? Wil je toeteren dan? Ja. De volgende keer als ik hier kom, gaan we een rondje rijden, ja? Doei. We hebben alles aangezet. Zo. Moet ik een beetje gas geven? Ja, ga je heel hard rijden. Rijden heel hard. Nou, hij zit in. Wow! Mooi? Ja. Doei, maatje! Geniaal, jee. Dat is niet normaal. Heel geniaal. Het kind is gewoon... Zo lief. Dat een kind van twee al zo van de auto's is. Hij kent elk soort auto die er is, hè? Dit is echt... Ongelooflijk. Hij kan ze niet eens uitspreken, maar hij weet wel welke het is. Ja, hij had het zo net fout. Dan dacht hij Audi, maar dat was een Mazda. Oh, echt? Ja, maar het was ook donker. Oh. Normaal gesproken heeft hij het altijd goed. Ja, maar een Mazda is ook wel een auto die hij misschien nog niet weet. Kent. Echt zo schattig. Ja. Nou, was wel even leuk. We hebben even cadeautjes gebracht naar Milana. We hadden gisteren natuurlijk al geholpen met de versieringen. Ja. Dus ze is maar goed verwend met een nieuwe fiets. Ja. Helemaal tof. Een Barbie pop nu. Ja, superleuk. Ah, echt schattig. Was even leuk. We gaan naar huis en dan hoop ik dat jij lekker gaat koken. Ja, ga je lekker koken? Misschien. Wat gaan we eten? Weet ik niet. We gaan straks lekker eten. Zo, dames en heren. Zijn we bij de tandarts. We zouden nog een vervolgafspraak maken. Nou, dat hebben wij meteen gedaan. En nu worden de twee kleine gaatjes die ik heb, en die worden even opgevuld door Thijs. Niet Thijs de designer, maar Thijs de tandarts. Ben benieuwd? Cool. Duurt een half uurtje even onder verdoving. Ja. Niet onder narcose, gewoon verdovingsspuit. Komt vast. Helemaal goed. Hallo. Ja, zijn we weer. Zo. Ja, we hebben wel een beetje weinig tijd nog vandaag, hè? Snap ik. Even kijken. Ik denk dat we in ieder geval wel één film bij kunnen maken nog.
Oké. Wil ik je nog wel even terugzien bij die andere. Net is meer tijd voor nodig. Snap ik. Ben ik hier weer met de mondschoenen? Ja, alles goed met je? Ja, met jou? Ja, goed. Ik heb zo'n apparaat gekocht voor thuis. Goed zo. Nee, wat ga je doen met jouw vader? Ja, op vinger bijten. Ik vind je mijn assistent, hè? Nee. Ik zou het niet durven. Laat je liepen? Ja. 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 Lekker, ik zat veel erachter. Ja. Mooie kleur, haar heb je. Ja, dankjewel. Speciaal voor jou. Ja, cool. Ja, je matcht ook echt met het servet. Dus, wow, ja. Oké, ik ga je even de doof geven, oké? En dat wat wel. Ja. Hier heb je een blauwe kies. Nice. Oh, lach eens nu? Ja, helemaal scheef. Nee hoor, dat is gewoon met een lach. Ja? Nee, het is al een beetje scheef volgens mij. Ja. Maar het maakt niet uit hè? Nee, dit was de chillste gaatjesvulling. Ja, ooit. Ja? Beter. Ja, echt, serieus. Gelukkig. Ik viel bijna in slaap. Meen je niet? Ja, echt. Dat was de verdoving goed. Zo. Ik ga straks even een dutje doen. Ik wist niet dat ik zo moe was. Ja, echt. Nou, nu ga jij. Ja. Nice, doe deze wel. Dankjewel. Graag gedaan. Top. Graag gedaan hoor. Echt super. Oké, zoals jullie nu zien, dames en heren, is Thijs een scan aan het maken van het gebit van Myron. Er worden allemaal fotootjes gemaakt met dit apparaat. Dan kan je daar meteen zien. En op die manier gaan ze een knars bitje voor Myron maken. Ja, heel erg bedankt weer. Ja, jullie ook. Tot volgende ja. keer. Alvast fijne feestdagen. Ja, inderdaad. Fijne feestdagen. Ja, is goed. Okay, bye bye. Yes. Doei. Perfect. Ja, top. Top. Helemaal blij mee. We gaan naar huis. Yes. Vind je jou ook goed? Ja, zeker. Ja? Bij mij hoeft er niet echt iets te gebeuren, maar ze moesten alleen die scan even maken. Ja, je moest alleen even bijten. Ja. Op zo'n happetje of iets. Wax. Dus het was wax. Wax, ja. Dus verder helemaal prima. Nice. Ja. Nou, good job. Hebben we dat ook weer gehad. Heb jij binnenkort geen last meer van mij als ik aan het knarsen ben? Zo, dat is wel echt fijn hoor. Ja. Heerlijk. Nou, eens even kijken of de jongens zich hebben gedragen in de auto. Hey. Hebben jullie gedragen, jongens? Zeker. Ja? Zo, lekker geslapen, gek. Lekker hoor. Oké, we gaan uit. Zo, ik kan weer een beetje lachen, geloof ik. Ik voel nog wel een beetje pijn, maar echt heel lichtjes. Echt heel lichtjes. Dit was de beste vulling, behandeling die ik ooit heb gehad. Dat is echt niet normaal. Dus ik ben helemaal happy. Ik heb ook al net een pizzaatje gegeten. Die heb ik achter de kiezen. Nergens last van. Je moet wel altijd oppassen dat als je bent verdoofd, dat je niet in één keer thee gaat drinken of warme koffie of iets anders heets of warm gaat eten. Want dan voel je het niet helemaal als het te warm is. En het kan natuurlijk wel verbranden, want het is nog steeds je huid. Maar ik heb echt heerlijk gegeten. Helemaal top. Mond helemaal top, dus ik ben helemaal blij. Wat zijn jullie aan het doen? Oh nee! Oh nee! Je moet lezen op het scherm! Kut bro, what the fuck maat. Naaktfoto van jou uitgelekt, je hoeft je niet te schamen, want je hebt gewoon grote maals nog. Hier is die. Ja, ik zou maar echt kijken waar dat ligt. Uitgelekt voor jou. Ik zou even linkje kijken. Dat ben je niet. Ja. Ja, sorry. Waarom zit jij zo te grinniken? Mijn buik zaten helemaal onze moed. Je moet eerst even dit horen. Want Thijs heeft echt een leuk idee. Wat dan? Oh, de nieuwe meme. Ja. Ja, we hebben dus een nieuwe meme bedacht. Het gebeurt hier ook allemaal, mensen. Wat is dit? Ik ga even poepen, ik kom terug en ik ga hem nu openen. Keihard. Super vet, hé. Wow, die is echt goed. Die is hard, hè, die pleuren. Zo. Super dik. Clean. Echt super dik. Een profielfotootje erbij. Wow, alles gewoon blauw gemaakt. Wow, dat is echt keihard. Lekker, bro. Let's go. Yay. Ja, wow, dat is echt, echt heel vet. Waarom krijgt hij credits? Want het was mijn idee. Hey, Marie. Dankjewel. Ja, we hadden dus een nieuwe meme bedacht. Nieuwe meme. Je weet toch hoe je altijd moet poseren voor de thumbnail zo? Dus we zaten te denken om een random object, zo bijvoorbeeld zo. Als je dan zo een nieuwe headset hebt zo. Marie, doe jij eentje, doe jij. Doe jij eentje, nu een chip zo. Wat de fuck? Jij met die stoel, jij met die stoel. Doe een random object. Weet je, Tilo? Wat ja, zo worden thumbnails wel gemaakt, ja. Gemaakt dus. We hebben een nieuwe meme bedacht. Ja. De thumbnail meme, zet hem in. Wow, die is wel echt goed, ja. Bij elk voorwerp inderdaad zo. Nieuwe huisgenoot.
Ja, die is echt heel goed. Ja, die is echt goed. Die is echt goed. Hoeveel foto's ik van mensen krijg die zo zijn? Ik krijg die echt dagelijks natuurlijk van jou en die mensen uit Engeland op. Ja. Ik heb een nee, ik kan er nou weer één open als ik wil. Let op. Ja, alleen maar. Ja, dat is gewoon het thumbnail gezicht. Dat is de YouTube live. Je moet heel verbaasd of heel blij zijn. Ja, klopt. Ja, dat is zo. Maar dit is top, hè? Ja, dit is echt top. Hier ben ik echt heel blij mee. Ik vind het echt gaaf, jongens. Dankjewel, ik waardeer het. Teamwork makes the dream work. Zo, dames en heren. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik zou zeggen, vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power.